Hallo, ik ben Matt Helland en ik wil met jullie praten over mijn nieuwste boek Evangeliseren met Kracht. Gewoon doen. Ten eerste, wat is evangelisatie met kracht of evangeliseren met kracht? Nou, het woord evangelie betekent goed nieuws. En het is gebruikt als bijvoorbeeld een koning of een koningin een kind heeft gehad. Of er een grote overwinning is, een oorlog of zoiets. Het zou kunnen zijn zoals of koningin Maxima een kind heeft gehad. Of Nederland, Holland heeft de EK of één dag hopelijk de WK gewonnen. Dus evangelisatie is een prachtige woord. En het betekent dat jij goed nieuws aan andere mensen door kan vertellen. Kan jij mensen goed nieuws vertellen? Kan jij mensen vertellen hoeveel God houdt van ze? En kan jij ook Gods liefde aan ze laten zien met kracht? Want mijn boek heet Evangelisatie met Kracht. En waarover heb ik het als ik het heb over kracht? Nou, ik heb het over dingen zoals genezing. Weet jij dat de Bijbel zegt dat iedereen die in Jezus gelooft kan hun handen op de zieke leggen. Dat ze zullen genezen worden. Dus dat is eigenlijk voor iedereen die in Jezus gelooft. Ook woorden van kennis. Jezus gebruikt woorden van kennis. Ook wij kunnen woorden van kennis krijgen van de Heilige Geest. Ook profetie. Ik heb mijn eerste boek, Profetieren Gewoon Doen, geschreven. Daarin heb ik over 32 oefeningen die jij kan gebruiken om geactiveerd te worden, te groeien. En deze gaven van Gods stem horen en doorgeven aan anderen. Maar ook bevrijding, dat mensen echt vrijheid kunnen hebben door Jezus te leren kennen. En natuurlijk, ik schrijf niet heel veel hierover, maar je kan ook droominterpretatie gebruiken. Andere gereedschappen gebruiken. Maar wat is het doel van evangeliseren met kracht? Het is gewoon Gods liefde en zijn kracht aan mensen laten zien. Want Gods koninkrijk is niet alleen maar woorden, maar ook kracht. God is een God die geneest, die herstelt. En hij is heel erg relevant voor ons vandaag. Maar hoe doe je dat? Daarom wil ik jou uitnodigen om mijn boek te lezen, Evangeliseren met Kracht.